We staan op heel mooi terrein. We staan op historische motorgrond. Dit is het gebied van Duinrell, eigendom van de familie van Zuylen van Nijenveld. Wij praten met graaf Hugo van Zuylen van Nijenveld. Het was tenslotte zijn vader die ooit dit gebied beschikbaar stelde voor motorwedstrijden. En we praten ook met Piet Knijnenburg, 96 jaar oud ondertussen. En ook inwoner van Wassenaar, winnaar van deze wedstrijd, deelnemer voor en na de Tweede Wereldoorlog. En een man die zich alles nog heel goed weet te herinneren. Daar stormen de 250ers weg. Reporter Hengelmolen laat zich niet onbetuigd en geeft een enthousiast verslag van de spannende kamp tussen Steeman en Vierdag, die in het voordeel van Vierdag zal worden beslist. Het is 1947 en op het terrein van Duinrell is een 4 kilometer lang motocrosscircuit uitgezet. Onder auspiciën van de KNV wordt een zogenaamde cross-country verreden in diverse klassen. Deze legendarische motorgrond bestaat dus nog steeds, al is het tegenwoordig een vakantie- en attractiepark. En, net zoals in 1947, nog steeds in handen van de familie van Zuylen van Nijenveld. De 85-jarige graaf Hugo van Zuylen van Nijenveld weet nog precies hoe zijn vader bij de motorsport betrokken raakte. Hij was zelf een enthousiast automobilist. Hij reed ook geen motor, niet gebruik, maar wel auto's. En de eerste was ook een autorit, want zijn grote vriend van Wikke van Krommelen was toen voorzitter van de KNAK. En zodoende zijn hier een keer autowedstrijden gehouden. En dat was de voorloper van de motorraces. Ik weet het nog heel precies. Ik ruik nog de Castrol motorolie. Heerlijk. Ik ruik dat nog. Heel bijzonder was dat. En Piet Konijnenburg was natuurlijk een grote heer van mij. En ik mocht wel eens een keer achterop bij hem zitten. Dat vond ik helemaal prachtig. Dus ik herinner me die namen nog van Roes en IJsting. Weet ik allemaal precies. En ik zie het nog helemaal als een foto voor me. Piet Konijnenburg is tegenwoordig een levende legende in de motorwereld. Maar was toen al een dorpsgenoot van graaf Hugo. En hij heeft hele goede herinneringen aan Duinrell. Bekend terrein. Al mocht ik wel niet komen, maar ik ging toch wel stiekem Duinrell in om even te trainen hoor. En de houtvester hier zo, die was altijd boos op me als ik dat deed. Maar u nam ook deel aan de officiële wedstrijden. Ja, ik heb veel wedstrijden hier gereden, ja. Ik ben al begonnen in 1936 met de oude Indian. En later met een Triumph. Ja, we hebben hier leuke wedstrijden gehad. Ook kampioenswedstrijden. Ging heel goed hier. Het was heel zwaar terrein, hè? Gelukkig wel. Ja, je moet alleen maar gas geven. Ja, nee, het terrein is natuurlijk uitermate geschikt voor een crosswedstrijd. Het oude circuit is er nog erg helemaal. Je kan het nog bijna helemaal nog rijden. Dus het zou nog wel. Het is allemaal duingebied van Duinrell. Wat wordt niet gebruikt voor de attracties eigenlijk. Dus het zou nog steeds kunnen. Maar het mag niet meer. We mogen de bestemmingsplannen. Dus dat zou niet meer mogen. Als we dan toch gaan rijden, beginnen we volgens goed racegebruik bij de start. En waar vroeger het starthek viel, staan nu vakantiebungalows en spelende kinderen. Direct na de start gaat het linksaf na een smal bruggetje over een sloot langs een indrukwekkende bomengalerij. Hier moest je echt leren sturen hoor. De bomen stonden te wachten op je. De bomen stonden te wachten op je? Ja, maar je ging eromheen. Nederland staat bekend om zijn zandcircuits. Maar rijden in duinzand is toch echt de overtreffende trap. En hier storten ze zich met veel lef en stuurmanskunst naar beneden. Met de bekende zandkuil hebben de meeste rijders niet al te veel moeite. En het publiek geniet hier met volle teugen eten en drinken duinzand. Deze heuvel vinden we nog in originele staat. Een waar paradijs voor zandhazen. Terugkijkend naar dit unieke en prachtige terrein, welke rol heeft Duinrell gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse motorsport? Dat was ook het begin van de motorsport. En waar het ook voor de oorlog waren er twee internationale circuits. Het internationale stratencircuit van Assen en het duincircuit van Duinrell. Dat waren de plaatsen waar internationale races werden gehouden. Hier is dus echt historie geschreven? Absoluut, ja. Het was mooi, het was een mooie sport en Duinrell leende zich daar nogmaals heel goed voor. Maar het publiek ja, die liep dwars overal doorheen en daar kwam wel schade door. Schade aan het terrein, maar ook gevaar voor de toeschouwers, waren uiteindelijk de hoofdoorzaken
dat Duinrell de poorten voor de motorwereld moest sluiten. Want publiek was er zeker. En in grote getalen zelfs. Nou, ik schat er wel 10.000 tot 20.000 mensen hoor. Alleen voor een terreinwedstrijd te kijken. En ze stonden ook heel dicht langs de baan. Ja, het was geen beperking. Iedereen kon lopen waar hij wilde. Maar ja, er zijn ook ongelukken mee gebeurd natuurlijk. Ja, daar bent u zelf ook bij betrokken geweest, hè? Ja, ik heb er zelf een keer over zijn benen heen gereden. Maar ja, hij zat met zijn benen op de baan. Ja, ik kon er moeilijk omheen. Oké, redenen te over om te stoppen met de wedstrijden in Duinrell in 1950. Maar als het aan Piet ligt... Als je ziet wat er nu ontwikkeld is, hier zo. Maar het is nog uitermate geschikt voor een wedstrijd, hoor. Nou, misschien een idee om die toch eens een keer een circuit nog uit te zetten. Ja, maar het is niet meer mogelijk, hè. Dat is de mogelijkheid. Het is heel anders geworden. Thank you.